Extra geld voor het recreatiegebied Mokkerplas in Plasmolen. Er wordt al jaren geïnvesteerd in het recreatiegebied dat vanwege de open verbinding met de Maas vooral geliefd is bij watersporters. Voor de korte termijn staat het gedeelte de grote siep op de planning voor een flinke kwaliteitsimpuls. Er zijn grootse plannen voor de vervanging van de sanitaire voorzieningen. Een nieuw gebouw met een restaurant met dakterras en verschillende recreatieve ontwikkelingen. Zoals het er nu naar uitziet, kan er dit najaar al worden gestart met de bouw en zal de Grote SIEP vanaf het voorjaar van 2019 een nieuwe look hebben. Hiermee komt de trein-eigenaar Leisure Lens tegemoet aan de wensen van de bezoekers. En zo wordt de kwaliteit van deze locatie beter benut.